Uitgepakt. Een draagtas. Jo. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja dat zijn wij. Het is vandaag alweer maandag 26 juli 2021 en het is nu 11:15. En moet je eens kijken wie hier allemaal ligt. Daar ligt Lady, hier ligt Beauty. Lovely die ligt of achter of daar. En ik ga zo lekker eerst met ze lekker naar buiten, lekker leuk, een plasje poppen doen zo. Ja. Ligt hier lekker, schat. Ook daar hebben we Lovely en Roderick belt. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier. Deze goed in vlog. Ja, loop lekker buiten. Nu zonder de honden. De honden heb ik nu net gedaan. Maar terwijl ik met de honden was, had ik even Rowan aan de lijn. Want die is vandaag vrij. Morgen moet hij werken. Dus dat is dinsdag, woensdag en donderdag van 6 tot 2. En vrijdag van 7 tot 11. Dus ja... Dus, maar nu ben ik dus op weg naar Roderick, want hij had mij al een soort van uitnodiging gestuurd voor jou. Kom anders even straks even hier naartoe. En dan, want ik heb een pakket binnen. En dan kan ik die even unboxen. Dus ja, dan reist mij om die kant op te gaan naar Ro. Maar zo erg vind ik het niet. Dus ja, nou dan ga ik toch lekker naar mijn mannetje toe. Ja, ook wij hebben wel eens... woorden. Russie wil ik niet zeggen, maar het is vaak wel eens woorden. Nou ja, en elke huisje heeft zijn kruisje. Ja. Maar ja, ik vlog dus altijd en met mijn telefoon. Vaak is het gewoon nog in mijn hoesje. Heb ik hem gewoon nog in mijn hoesje. En dan heb ik hem dus even op een statief. En dat vind ik gewoon vandaag wat fijner. Dus ja, voor nu wel. Dus we gaan nu lekker naar 5 hoog. Naar Roderick. Yay! Nou, ik heb 2 pakketjes binnengekregen. Gezien al de ellende met wateroverlast, denk ik nou, misschien veiliger ben. Is het veilig om iets aan te schaffen? Dus daar heb ik een veiligheidsmes voor. Even kijken, bij de kant. Deze kant zetten. Zie. Deze kant ook niet vast. Het is ook wat er zo te zien. Waarom deze? Het is ook wat er zal wel. Spannend. Met een tas nog wel. Voor het vervoer. Dat is mooi. Kijk. Helemaal mooi, of een plastic vervat. Dankjewel. Zo. Uitgepakt. Dat is dit lekker, hè? En dit is wat ze noemen een boekvloer. En dat geeft dus wat stabieler ondergrond. Dat klopt wel weer. Dan moet je waarschijnlijk even op die doos even neerleggen. Ik denk dat dat een stukje makkelijker is. Dit was zwaar.
Ik denk dat je hem andersom moet gaan leggen. Glap het onderdak. Dan kan je lekker opstaan. Stabiliteit. Nou, flink ding moet ik zeggen. Ja. Dus, nou. Ik kan weer in. Eerst. Ja. En dan weer. Ik had even hier. En dan gaan we weer met die grote pakket verder. Ja, rood dan. Wat er allemaal in zit, ja. Een draagtas. Joh. Veiligheid, mensen weer veilig, hè? Spannend. Met een briefje erbij. Oh, ja. Uit Rusland zoiets. Hm? Een kolibri. Voor diegenen die het willen eten. Geef me, geef me. Oeh, zo. Een flinke tas, ja. Jeetje, krijg je die eruit alleen? Zo, peddels. Zo, peddels, zeker waar. Pompie. Hier, ik weet niet. Even kijken. Oh, een chocoladereep. Lekker. Nee, als dat ding lek is of zo. Nog rubber. Ja, precies. Dat is wel handig. Wat hebben we nog meer? Tada! Een handpeddel. Dat is handig. Daarom hebben ze dit uitgevonden. Kijk of dat makkelijk uit te pakken is. Draaien. Dan ga je hem vanzelf al kapot. Juist. Ja. Het is mijn huishoudhoutfolie. Een soort van. Kijk, dat is wat ik bedoel met draaien. Precies dat. Stevig, robuust, niet al te zwaar. En dan kun je hem daar nog iets mee kleiner maken, of? Dat is zullen de dolletjes hebben, denk ik. Oh ja, ja, tuurlijk, ja. Dat kan ook, ja. Nee, dus daar ging hij overheen, ja. Ik zeg dat het flink verpakt is, ja. Ja, die, ja, of en of de... Andere kant op, hè? Daar kan ook, aan beide kanten op. Ja, zie je echt kleine. Dan hebben we hier nog. Kijk of dit voor de vloer is. Die er standaard bij zit. De standaard vloer, zeg maar. En die gaan we nu niet gebruiken omdat ik dat ding al heb. Sorry, terug de doos. En hier, hè? Met achter. Daar kun je de, en dan kun je op zitten. Nee, dat is voor achter. Ah. Denk ik. En deze jongens hier. Hoe is dit voor achter? Weet ik niet. Dit zal voor achter zijn, denk ik. En dit om op te zitten, inderdaad. Ja, dat zeg ik. Doe maar even. Want je moet toch ergens op kunnen zitten in een boot. Ja, waarom? En nou gaat Rode de tas openmaken. Spannend, tromgeroffel. Goed bezig. Heel groen.
Huh? Huh? Ja. Oh! Ah, dat is handig. Uit de rollen. Oh, hier staat het dan. Ah. Er is niet veel ruimte hiervoor. Zo. Dit zijn de knijpers. Hier is de achterkant. Behoorlijk stevig. Oké, dat zijn de oldingen. Ventielafplakkers. Dus ik weet het knopje erop draaien. Goed, dus heeft hij drie compartimenten. Ja, het is een flinke. Wat is het derde compartiment? Zo. Als er iets lek gaat. Je hebt nog twee andere componenten om je drijvend te houden. Dat scheelt weer. Ja. Even klusje om het uit te pakken. Ja. En nou, hoe moet je hem weer inpakken? Ja, hele goeie. Nou, de kabel aan. Als je over en overboord gaat. Ja, juist, maar Emma, ik weet dus nu ook. Hoe je dus er weer op moet klimmen. En ook makkelijk voor vervoer, zeg maar. Ja. Dus tweeën misschien wel. Ja. Dit is dus voor de dolle. Ja, voor die dingen. Ik kan het opklikken waarschijnlijk. Ja. Zeg, klikken. Klik vast, ga je roeien, blijft, valt er niet uit. Water blijft aan die kant, dat is wel netjes. Makkelijk los te maken, hoop ik. Die doe even voor veiligheid. Maar je bent er dus blij mee? Denk het wel. Dat is mooi. Lekker aan varen, het water ligt al buiten. Ja, nee, het is erg warm. Ja, we gaan ook zo meteen even lekker de hort op. Eventjes naar buiten, weet ik veel waar naartoe. Mag je hier in en dan die kant op? Aziatische winkel, de grote, de Aziatische supermarkt en een restaurant. En dan heb je achter hier kringloop rattenplannen. Daar gaan we dus naartoe. Kringloop, ja. Dus, maar hier hebben we dus de Aziatische supermarkt en restaurant. Ja. Is die busje er nog met dat oude aan zijn neus? Nee, die staat er niet. Kan ik
container. Niet meer. Nee, maar die, dat busje, dat, en dat stond aan, die, aan deze kant, maar die staat er niet meer. En waar zijn we nou weer beland? Nou, weer in de Aziatische supermarkt. Ja, gezellig. En het is ook, nou ja, ze zeggen dat het druk is, maar het is niet zo druk. Het valt echt wel mee. Dus ja, we gaan gewoon even koekeloeren. Nou, ik heb wel even iets gehaald. Niet heel veel, maar... Deze had ik nog niet. Welke had je nog niet? Deze? Nee, lekker. Ja, dat weet ik ook niet. Dus, ja, het zal geen idee. Ja, maar lekker laten gaan. Ja, ik wou net zeggen, wat is hier, lief? Kijk, goed zo. Dus, maar ja, wij gaan gewoon even dus koekeloeren en verder kijken. En vandaag zeker onze auto eens even wassen, want die ziet er niet uit. En dat ga ik weer lekker, dat gaan we weer lekker zelf doen. Dat ik een mooie flits erop krijg. Daar is nog heel erg lekker donker. Nooddorp is helemaal donker. Hier ook mooi. Ja, je kan gelijk door. Een beetje blij kijken mag ook wel hoor, vriend. Kijk, flits. Druppel, dat is leuk. Precies, in bestaat. Dat is handig. Wat een wolken. Het OC hier. En hier hebben we dus het OC en van de politie. Het operationeel centrum. Ja, je mag. Die gaan allemaal lekker door rood. Knippen, knippen, afgezet. Nee, dat is 70. Ja, dat heb je afgezet. Die afzetters. Maar ik ga niet in die hele... Zo, wat? Ik ga even lekker zo rijden. Ja, ik ga niet in die hele tunnelbak staan. Zo lang, geen zin in. Lekker.
zo meteen. Ja, je kan ook via die kant. Nou ja, dat kan ook. En dat gaat toch het water weer in, hè? Als het inslaat. Ja. Dus. Heb je wel last van? Hè? Heb je wel last van? Ja. Maar dan moet je eerst tegen iets met. Als jij op het water hebt en je slaat in bij jou, nou, dan heb je een probleem, hè? Ja. Dan ben je niet geïsoleerd. Nope. En hobbeltje. Wat bij de verkeerslichten. Nee, niet rechtdoor. Het wel richting aan de kijk door wel. Nou, hier is nog, meisje. Ja. Oké. Okay. Zo! Ja, ik zag het wel, maar niet daarop, maar dat komt wel. Nee, het gaat heel snel. Het gaat heel snel, ja. Zo, nog één. Ja, achter. Ja. Was dat deze of was dat die? Dat weet je toch niet? Ja, deze is hier. Deze was te ver weg. Toen was dat weer oranje. En jij rijdt door wat achter is. Maar het is hier niet zo druk als in de tunnels. Ja, ik zat op het kruis. En dat mag niet. Nee, maar dit stroomt wel vaak sneller door. Alleen je moet hier soms gewoon heel goed kijken, omdat het nou gewoon groen is. Dus het is. Je moet echt soms gewoon doorkarren hier, want anders. Nou, kom je er toch nog niet. Nou, en dan gaat de vliegdagen ook niet door. Dat is weer kosten die mensen weer mislopen hier. Net als vorig jaar was er ook geen vliegtuigen. Is al twee jaar op rij nu. Inderdaad hierin. Ja. En daar heb je weer verkeersregelaar, zie ik. En weer schuin rechtdoor. Niks aan, niks aan. Ja, daar. Ja, dan ga je eigenlijk even naar Ozon, ja, om even peper ook te halen. Ja, peper heb ik gekocht. Dit is 1,70 euro voor zwarte peper. Heb ik ook weer een partij gember gehaald.
Ook weer vier lekkere broodjes. Maar ik zag dus ook bij Ozan dat ze deze hadden. Dit is eigenlijk gewoon iets Duits. Een Duitse drinkmerk of zo. Dit was dus bij Ozan 1,50 euro. Dus ja. Yeah. Die hebben we ook maar gelijk gehaald. Nou, voor mij twee, voor Roderick twee en voor mama twee. Dus ja, dat is lekker. Waarom twee? Ja, dan krijg je er 18 en ik 2. Precies 10%. Maar je kan ook een Mac croquette. Een Mac croquette? Nee, dankjewel. Hij dat omdat ik een bestelling alsjeblieft. Ik wilde graag wat kipnuggets. 20 stuks alsjeblieft. Welke saus zit erbij? Curry, allemaal. Anders schiet. Nee, dankjewel. Dan wordt het 7,60 euro. Goed doorrijden. Oké. Maar we kunnen niet doorrijden, want nee, dan heb je die bestelling maar af te nemen, ja. Kan ik wel helpen. Ja, ik wil graag 20 kipnuggets met curry. En dan wil ik graag doorrijden, maar verder wil ik niks. Cappuccino, een medium, 2,25. Een large, 2,65. Koffie, medium, 2,10. En een latte, 2,50. Ja. Een grote verse. Nieuwe bestelling, 6 items. Ik krijg sundae caramel, sundae aardbei, een donut, zo, cheeseburger en een cheesecake. En een McFlurry Oreo met caramel. Nee, maar het is handig voor mensen die... Die blind zijn. Jullie kunnen het net niet zien, maar hier krijg je dus je bestelling op te zien. En daar dus ook, het idem. Dat is handig. Ja. Is leuk, ja. Wat denk je zo? Betalen. Betalen? Betalen? Moet je de hand erin of niet? Ja, doe maar. Helemaal goed. Mag jij hem er weer zo meteen van afhalen? Helemaal goed. Helemaal goed, dat is mooi. Afhalen, ja. Als hij afgevaard is. Ja, precies. Delta Lloyd. En ik zie de hersje poort vanaf hier. Haar spoortje. Nee, kijk maar, ja. Haar spoortje. En bij de WTC. Ja, daarachter. World bij Trade Center. Huh? Bij Deloitte. Ja, bij het Delta Lloyd. Delta Lloyd, hè? Ja, Delta Lloyd. Deloitte. Ja, is toch handig? Ja, goed, samen. Goedenavond. Ja. Je had geld, hè? Van Rob en Jan. Ja, dus. Hey, wie heeft ik 20? Ja, een momentje. Wordt 7,60. Ja, dat weten we. Ik dacht van 10, 10. Ja, die heb je ook. Ja, maar waar? Hier. Ja. Ja. Dankjewel. Meneer Verstrooien hoor, mensen. Ben ik het niet en dan ben jij het wel. Nou, zeer goed. Kort. Ja, zeer goed, hè? Ja. 42, fijne avond. Zelfde. Dank je. En werk ze nog even. Zo, mag je hier tegenwoordig langslopen? Nee. Waarom doen we dat dan? Omdat het vervelend is. Oh wow. En de verkeerde bestelling? Ja, ik heb een goede bestelling. Wanneer komt de onweer en de regen? Nou, die komt niet. Jammer. Je zou maar daar in die flat wonen. Nou dan, en dan ben je helemaal veilig hoor. Trekfliet Tower. Ja, en de Trekfliet Tower, ja. Ja. Is handig toch? Goed zo. Kom maar met de kipnuggets. Een stuk of 20. Ja, kom maar, lekker. Kibby nuggets. Dankjewel. Top, dank je. Zo, dat was lekker snel zeg. Lekker thuis opeten? Ja, lekker thuis opeten. Ja, lief allemaal. Fijn dat jullie er weer nog zijn. Ja. Maar vond je deze vlog nou leuk? Dan, wat kunnen ze dan doen, schat? Kunnen een commentaar geven. Ja. En zeggen dat ze het leuk vonden. Ja. Je kan het belletje aan doen om aan te geven dat je het leuk vond en nog meer video's wil laten zien. Ja. Je kan je abonneren op dit kanaal, dan krijg je vanzelf wel bericht dat er nieuwe filmpjes zijn. Ja, en dan horen jullie ook gelijk en bij onze familie. Ja, je kan een duimpje omhoog doen, dan kan je kijken dat het leuk is. En ook een duimpje omlaag doen, maar dat is niet leuk. Dan kan je zeggen, deze video is niet leuk, maar
Ja. Als jij dat wil, moet je het vooral doen. Ja, precies. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag weer tot morgen en bij een gloednieuwe vlog. Lekker onhandig deze outro. Helemaal goed. Doei doei! Doei, doei.